Goedemiddag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Een band met bewolking over het zuiden van het land heeft daarvoor grijs weer gezorgd en af en toe viel er nog een buitje in Limburg. In het noordwesten scheen de zon en die opklaringen die winnen vanavond langzaam maar zeker terrein. Daarmee stroomt ook koudere lucht het land in. Vanavond is het 11 graden, vannacht zakt het kwik tot een graad of 6. Opklaring: hier en daar kan het wat nevelig zijn, er zijn ook nog wel wat wolkenvelden, maar het blijft wel droog. De wind waait uit het noorden tot noordwesten, is matig kracht 3 tot 4. Morgen schijnt de zon geregeld. In de kustgebieden heeft de bewolking bijna geen kans. In het binnenland ontstaan wel stapelwolken en kan een enkel buitje vallen. 11 tot 14 graden wordt het en de wind waait uit het noordwesten. Is zwak tot matig en bij zee vrij krachtig. Zondag minder wind, meer zon. Het is droog, temperatuur wintergraadje. Daarna blijft het toch aan de koele kant. Met geleidelijk aan toenemende kans op buien. Tussendoor een klein beetje zon. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.